kijken naar mijn nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Mijn oudste dochter die had een aantal kledingstukken nodig. Want ja, het kind groeit. En een aantal kledingstukken waren te klein. Een aantal andere moesten echt weg, want die konden gewoon echt niet meer. Je weet hoe het gaat na een hele winter. Dus ik dacht, ik ga de Zara in. Ik koop een aantal nieuwe items voor haar. En die laat ik vandaag in deze video aan jullie zien. Ik begin met een aantal basic stukken. Mijn dochter die had geen bovenkleding meer. Geen vestjes, geen truitjes. Maar goed, in de lente, zomer vind ik een truitje gewoon niet heel erg praktisch. Dus doe dan maar gewoon een vestje van katoen. Die kun je dan aantrekken, 's ochtends als het nog wat kil is. En die trek je dan 's middags uit als het warmer is. Ik heb een aantal hele basic vestjes, maar wel in leuke kleuren voor de gekocht. Die gewoon eigenlijk overal mee kunnen. Dit is de zandroze. Koraalrood is dit jaar echt een kleur dat in is. En je ziet het terug bij veel merken en in veel meisjesmode. Dus deze kan gewoon overal bij. Hij is maat 152. Het is gewoon eigenlijk gewoon een basic voor in de zomer. Heeft leuke knoopjes. Een glittertje in het label. En hij was 12,95. Dus hij kan eigenlijk overal bij. Je doet hem dicht met knoopjes als het kouder is. En je doet hem open of uit als het gewoon wat warmer is. Nou, prima kledingstuk. Leuk. Dan heb ik hetzelfde vestje nog in de kleur jade groen. Die vind ik ook ontzettend leuk. Ik word altijd helemaal happy van de kleur groen. Ja, ik vind het een beetje, het geeft energie of zo. Dus vandaar dat ik ook van mijn dochter de kleur groen ontzettend leuk vind staan. Ook bij haar huidskleur. Deze is dan toevallig 14,95. Dus de andere was 12,95. En deze is 14,95. Waar het verschil in zit weet ik eigenlijk niet. Want het heeft dezelfde soort knoopjes. Een klein inkeepje, pinkje bij de mouwen. Dus dat hoort zo. Eerst dacht ik van, goh, is dat kapot? Maar dat hoort dus zo. Ik weet nog niet precies waar het voor is, maar ik vind het wel een leuk detail. Prima, 14,95. Kan overal bij in principe, dus prima. En dan hebben we hetzelfde vest in de kleur geel. Met precies dezelfde knoopjes. Ik vind deze kleur ontzettend stoer. En ook zonnig natuurlijk, dat geel. Hij is 14,95, net zoals de jade groene. Deze mouw heeft ook een klein inkepingje als detail. Dus dat is ook erg leuk. Ja, het is gewoon een heerlijke katoenen stof. Ik zal even naar het label kijken. Het is een mix van 70% katoen en 30% nylon. Dus hij is gewoon lekker cool. Ook op warme dagen. Kan goed mee. Net toen stond ik dus in de Zara en mijn dochter houdt van jurkjes. Meer dan van broeken. En ik vind dat eigenlijk prima een jurkje. Ik bedoel, ja, weet je. Er komt vast een tijd waarin ze denkt, mam, ik hoef die jurkjes niet meer. Dus ik geniet ervan zolang het nog kan. Dus ik zag een ontzettend leuk jurkje met bloemen. En die moest en zou ik dus hebben. Nou, ik haal hem er even bij. Dus het gaat om deze. Nou, geweldig wit jurkje met knalrode met roze ook bloemen. Nou, geweldig natuurlijk. Hij heeft een ritsje aan de achterkant. Daarmee maak je hem open. Dit is maat 152. En hij is 25,95. Nou ja, ik vond deze gewoon ontzettend leuk. Het doet me een beetje denken aan wat Cornelie vroeger was. Nou, mijn dochter was helemaal weg van. Want een vriendinnetje van haar heeft dezelfde. Dus ze zitten naast elkaar in de klas. Dus dan gaan ze een keer twinnen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk voor die meiden. Deze jurk bestaat voor 98% uit katoen. En voor 2% uit elastaan. Dus dat draagt heerlijk cool. Ook op warme dagen. Er kan natuurlijk gewoon een shirtje onder. Het heeft van die mouwtjes. Dus als ik zo kijk is het niet helemaal een A-lijntje. En een leuk detail is, het heeft ook zakken. Dus daar kunnen ze ook allerlei dingen in stoppen. Ja, waarom zou je eigenlijk dingen in een zak willen stoppen als je een jurk draagt. Maar voor het geval mijn dochter iets in een zak zou willen stoppen, kan het. En hij is gewoon prachtig. Dit hele motief. Het is echt een plaatje. Dus je kunt er gewoon een legging onder dragen. Nou, ik had me al voorgenomen. Dat rood contrasteert natuurlijk geweldig met dit groen. Dus dat kan ook gewoon op koudere dagen. Kan ze het natuurlijk zo samen dragen. Dat zie ik al helemaal voor me. Er kan natuurlijk een legging onder, een t-shirt. Maar het is gewoon een heerlijk jurkje gewoon voor erbij. En het is gewoon prachtig. Ik vind het model ook leuk voor oudere meisjes. Die willen vaak toch niet meer van die hele pofjurkjes met allerlei toestanden, tulle, onderlagen. En dan is dit gewoon een heerlijk, geweldig mooi bloemenjurkje.
Deze vond ik ook geweldig. Ja, mijn dochter is toch een beetje donker. Dus dan vind ik dit soort patronen, het doet een beetje Afrikaans aan, vind ik helemaal geweldig. Dit kan dan off-shoulder. Deze bandjes hangen over de schouder. Nou, echt een modelletje die al heel erg leuk is voor, ja, meisjes die wat ouder zijn. Die dan toch niet meer van die kleine meisjesjurken aan willen. En waarvan mama denkt van, nou, ik wil ze ook nog niet in iets hebben wat meteen heel volwassen is. Dus ik denk dat deze mijn dochter geweldig staat. Ik vind het gewoon echt geweldig met deze roesel die gewoon helemaal eroverheen zit. Het is ook weer het koraalrode. Dit is echt wel een jurkje voor wat warmere dagen. Ik vind het niet heel geschikt om er een vestje overheen te dragen. Maar ik vind het wel heel gaaf. Deze jurk kostte €22,95. En hij is gemaakt van 100% katoen. Dus het is echt een katoenen jurk. Dit is echt een katoenen jurk. Dus dat is ideaal ook op warmere dagen. Dus ook geschikt voor kinderen die niet zo goed tegen die synthetische stoffen kunnen. Want die broeien vaak heel erg op warme dagen. En dan heb je gewoon een katoenen jurk die wat koeler is. En die ook gewoon goed met de huid mee ademt. Dan heb ik als laatste nog een jumpsuit. Ik vind jumpsuits ontzettend leuk. Dus toen ik er een bij de Zara zag, dacht ik ook meteen, die moet ik hebben. En ik heb echt verschillende jumpsuits bekeken. Niet elk model vond ik even praktisch. Want sommige die zijn te kort. En je hebt ook andere modelletjes waarbij ik denk van, ja, is niet heel erg handig voor zo'n kind als ze op school naar het toilet moet. Dus dat zijn toch altijd een beetje van die puntjes waarbij je rekening moet houden als je een jumpsuit koopt. Maar ik zag een hele leuke in een blauw kleurtje. En dat is eigenlijk deze. Het is weer zo'n druk stofje. En aan de andere kant vind ik dat donkerblauw met... Nee, het is geen zwart. Het is ontzettend donkerblauw kleur. Ik denk meer tegen navy en dan met blauwe bloemen. En dan wat fellere bloemen. Vind ik eigenlijk ook wel weer heel chic. En dit model staat mijn dochter altijd geweldig. Dus ik kon het ook niet laten liggen. Hij heeft een ceintuurtje. En er zitten dan van die... Ja, er zit een soort draadje waar de ceintuur dan netjes doorheen kan. Deze ceintuur die kun je niet afhalen, want aan de achterkant zit hij eraan vastgenaaid aan de stof. Dus dat scheelt dan wel weer. Dan hangt dat ding dan niet zo oncharmant te hangen. En je kunt hem aan de voorkant natuurlijk vastknopen. Nou, hij heeft ook nog zakken. Dus daar kan ook weer van alles in, mocht je dochter dat leuk vinden. Of gewoon praktische dingen als een zonnebril of weet ik veel wat. Een keer een armbandje, haarelastiekje. En hij sluit aan de voorkant met knoopjes. Het zijn een soort imitatiehouten knoopjes, als ik er zo naar kijk. En dat is wel heel erg leuk. Dat is wel een heel leuk detail. Dus dan kun je het zo dichtmaken. Het heeft 3 knoopjes. En dan is het dicht. Als je naar de wc moet, zul je het wel helemaal even uit moeten trekken. Maar in principe is het niet een hele onmogelijke jumpsuit. Als je kijkt naar de broekspijpen, die zijn gewoon een beetje wat wijder. Dus ik ben benieuwd wat voor een effect dat geeft. Want ze vallen ook een beetje over elkaar heen. Dus het zou best kunnen zijn dat het een beetje lijkt alsof het een soort rockmodel is. Broekrok. Ze heeft hem nog niet aangehaald. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien dat ik op mijn blog binnenkort ook nog wel even een outfit post plaats. Met foto's. Zodat je kunt zien hoe hij valt. Aan de onderkant heeft hij een soort vizieren band. Het is echt een jumpsuit met mooie kleine details. Maar het zijn gewoon de details die deze jumpsuit afmaken. En ik hou daar persoonlijk heel erg van. En het is natuurlijk een heel lekker luchtig stofje. Ik zal even kijken waar die van gemaakt is. Hij is gemaakt van 100% viscose. Dus geen katoen, maar wel viscose. Nou, ik vind het een ontzettend leuk feestelijk jumpsuitje. En hij was €27,95 bij de Zara. Maar ze hebben hem vanaf maat 5. En dat geldt eigenlijk voor alle kledingstukken. Dat ze vanaf een maat of 5 hebben. Dus dat zal het zijn qua maat. 116, 98, maat 98 of 104, 116, zoiets ongeveer. Dit waren mijn items die ik bij de Zara heb geshopt. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden en tot de volgende keer. Doei!